Annemarie. Ik ben je achternaam weer vergeten. Annemarie Harmsen. Harmsen, sorry hoor, want ik heb hem hier niet staan. Ja. Directeur van de Kunstenbond. Dat klopt. Wat is dat voor bond? Dat is een bond voor iedereen die werkt in de culturele en de creatieve industrie. In de culturele en de creatieve sector. Dus van cameramannen tot mensen als actrices. U kunt er ook gerust lid van worden. Maar iedereen die maar enigszins werkzaam is in de creatieve sector, die kan daar lid van worden. Ja. Is het een vakbond? Ja, het is een vakbond. Hoort u bij de FNV of bij de koepel? Nee. Nee. Het is een zelfstandige vakbond, net zoals de NVJ. Ja, ja. Exact. Ja. 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 Je bent hier om een oproep te doen. Ja. Een dringende... Ja. Jouw commentaar op deze tijd en een oproep. Ja, ja, ik ben hier omdat ik... Kijk, ik heb natuurlijk een aantal collega's voor mij zijn hier al aan tafel geweest. Waaronder vandaag Ruud Nederveen van de Creatieve Coalitie. Wij jagen de Creatieve Coalitie aan, dus ondersteunen die ook. Die heeft inmiddels gelukkig al 50.000 leden. Wij hebben er 7.000. En ik ben hier eigenlijk omdat ik... En gisteren, naar aanleiding van het interview met de minister... en ook eigenlijk wel naar aanleiding van een aantal interviews hier... die ik ook mee heb gehoord... best wel schrik van het feit dat een heleboel mensen zeggen... ja, waarom zijn wij niet verenigd? Ja. En dat zijn wij wel. Alleen je moet wel heel erg even je best doen om het goed te onderzoeken... waar je je in zou kunnen verenigen. En je moet het ook willen. En wat ik zo jammer vind, is dat dat met name door de bekende Nederlanders... gewoon veel te weinig gebeurt. We hebben nu 50.000 aangesloten leden bij de Creatieve Coalitie. Die bestaat uit 42 verschillende soorten beroepsverenigingen. Ik doe natuurlijk met liefde een oproep om lid te worden van de Kunstenbond. Maar als je niet lid wordt van welke vereniging dan ook, dan wordt je stem niet gehoord. Dan is de massa niet meegenomen in de lobby. En dat is vreselijk zonde. En daarnaast hebben we gewoon... namen nodig, bekende namen nodig die wij de afgelopen weken hier voorbij hebben zien komen. Ja. En de cultuursector is best wel een individuele sector. Ja, ja. Ik kom niet uit de cultuursector. Voor mij is het een helemaal nieuwe wereld sinds een paar jaar. En ik vind het zo zonde wat er gebeurt. Want ja, ik vind dat bij het ministerie het niet altijd even goed gebeurt. Ik vind dat we veel harder nog maatregelen moeten krijgen voor de ZZP'ers. Vandaag een mooie presentatie weer geweest door Ilona over hoe zit eigenlijk het cijfermateriaal nou in de creatieve sector eruit. 75% daarvan is ZZP'er. De maatregelen die nu genomen worden voor, of aangeboden worden voor ZZP'ers... staan niet in verhouding tot de maatregelen voor mensen die in loondienst zijn. Nee. Dus we zullen nog een hele strijd moeten voeren. En dat kan alleen maar als we een grote achterban hebben en als grote namen gaan opstaan. Dus Ali B., kom op. Dus wie dan ook, Paul de Leeuw zat hier, kom op, word lid. Wij hebben natuurlijk ook bekende namen. Ja. Niet iedereen wil dat weten, of wil dat bekendmaken, dat hoeft ook niet. Maar als je op wil staan, als je ambassadeur wil zijn van een club, doe het. Want nu is het de tijd. Ja. En het liefst in jouw geval van de Kunstenbond. Dat het liefst, maar wij hebben niet voor niks als Kunstenbond ontzettend ons best gedaan om de creatieve coalitie vorm te geven. Die is ontploft sinds de start van de coronacrisis in termen van verdubbeld in het aantal leden. Dus ja, natuurlijk wil ik het liefst de Kunstenbond, maar word lid van welke organisatie dan ook. Oké, okay. Point taken. Ja. Dankjewel. Is genoeg, hè? Maar dan nu even namens hoeveel mensen spreek jij? Nou, ik zal eerlijk zijn, want een aantal van mijn collega's zijn hier geweest. Waaronder de voorzitter van de Kunstenbond, Juris Schreuder. Die heeft ons ledenaantal al laten optellen. Dus eigenlijk zei ik net, ik zou graag mijn medewerkers willen optellen bij het aantal. Dat zijn er hoeveel? Dat zijn er 21 en die hebben zich helemaal suf gewerkt. Bij alle ellende die er de afgelopen 3 maanden naar boven is gekomen. Die komen op de teller. Die komen op de teller. Hartstikke mooi. Dank je wel voor je vurige woorden. Dank je wel. Zet je handtekening maar. Ga doen.